Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Ik ben echt heel erg excited over de video van vandaag. Want ik wilde dit al voor een hele lange tijd doen. Het is een soort van challenge. Maar zoals gewoonlijk heb ik er weer een eigen draai aan gegeven. De challenge die ik in deze video ga uitvoeren is de minimalisme challenge. Of hoe je deze challenge ook wil benoemen. Volgens mij heb je verschillende benamingen en variaties ervan. Ik zag dit onder andere op het Instagram account van Sarah Rebecca voorbij komen. En op het YouTube kanaal van Teske. De challenge houdt in dat je voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld 30 dagen lang, elke dag steeds meer dingen weg doet. Dus op dag 1 doe je 1 ding weg. Op dag 2, 2. Op dag 3, 3. Etcetera, etcetera. En op een gegeven moment hoopt het zich op. Dan heb je echt mega veel items die je daadwerkelijk weg doet. Nu ga ik het geen hele maand volhouden. Want dan doe ik mijn hele inboedel weg. Want ik woon niet per se groot. Ik heb niet heel veel opslagplek. Ik deel deze woning met een vriendin. En zoveel spullen hebben we ook weer niet. We hebben ook nog wel een berging. Daar hebben we kerstspullen liggen, et cetera, et cetera. Ik ben sowieso al een persoon die regelmatig dingetjes wegdoet. Vroeger was ik heel erg gehecht aan mijn spullen. Kon ik niks wegdoen. Maar eigenlijk vanaf het moment dat ik op mezelf ben gaan wonen, ben ik zoveel kritischer naar dingen gaan kijken. En nog steeds heb ik al troepjes in huis liggen. Waarvan ik denk, ja, waarom heb ik het überhaupt? Het leek me wel leuk om jullie mee te nemen met deze challenge. Ik denk dat ik het voor 15 dagen ga doen. Als ik meer dagen ermee kan vullen, dan doe ik dat graag. Maar het is ook niet de bedoeling dat ik mijn hele huis leeg haal. Want ja, ik moet ook gewoon dingen hebben waarmee ik mijn leven kan leven. En mocht jij zelf ook bezig zijn met minimalisme, dan ben ik heel erg benieuwd wat jouw tips zijn. Misschien heb ik er wat aan. Ik heb al genoeg deze video geïntroduceerd, dus laten we maar snel gaan beginnen. Ik ging me net klaarmaken voor de dag en ik zag direct iets wat ik gelijk weg kan doen. Dit is niet bepaald heel erg opgeruimd, maar ik gebruikte net deze oogcreme van Clinique. Maar hij is zo goed als op. Ik weet niet of dingen die op zijn ook meetellen, maar deze kan de prullenbak in. We zijn bij dag 2 en ik weet al wat ik weg ga doen vandaag. Ik heb een ontzettend grote verzameling van canvas tasjes, andere soorten tasjes waar ik mijn boodschappen in doe. Maar ik dacht, weet je, ik vind het heel erg lastig om canvas tasjes weg te doen, want het komt altijd wel van pas. Maar ik merk dat ik deze echt nooit gebruik. Dus deze gaat gewoon in de tas slash bak voor de kringloop. En dan hebben we ook nog deze hele mooie en handige doos. Deze heb ik een paar maanden geleden gekregen van Starbucks. Hier zat ja, een hele goodie bag in. En ik dacht, oh, dit is wel leuk om te bewaren, om dingen in op te bergen. Heb ik uiteindelijk ook gedaan. Maar ik heb zoveel opbergdozen dat ik eigenlijk toch denk wel afscheid van dit ding ga nemen. Hij is heel mooi. En ik ben heel blij dat ik deze heb ontvangen. Maar hij komt gewoon niet meer van pas. Ik heb ook echt een zwak voor leuke verpakkingen. Ik ben ook echt altijd blij als ik een PR-pakket krijg met een handige en leuke verpakking. Ik vind het heel erg lastig om hier afscheid van te nemen. Want het is toch iets persoonlijks, maar ik gebruik hem gewoon niet meer. Dag 3 alweer en hiervoor weet ik ook al waar ik naar ga kijken. Ik ga eventjes in mijn kast koekeloeren en ik heb hier heel wat kleding, maar ik ga dit nu niet uitzoeken. Maar ik heb hier onder een mandje, die gaan we even eruit halen. In dit mandje liggen allemaal hoofddeksels, mutsen, petje, baret. En eigenlijk vergeet ik dat ik überhaupt deze dingen heb. Het enige wat ik de laatste tijd wel vaak draag is een baret. En dit zijn mijn twee favorieten. Volgens mij is, oh ja, eentje is er van Monki. En deze is van Primark. Deze vind ik echt heel erg leuk. Maar deze mutsen draag ik echt bijna nooit. Maar ik heb er echt te veel. En zoveel heb ik er niet nodig. Dus ik ga deze denk ik weg doen. Deze is ook heel zacht van binnen. Maar dan ga ik toch liever voor deze als ik moest kiezen. Dan doe ik deze denk ik toch ook weg. Want ik vind hem qua vorm eigenlijk niet eens zo mooi. Maar deze hou ik wel.
En deze hou ik. Oh, dan heb ik dit ook nog over. Ik mag er maar 3 weg doen vandaag. Even denken. Weet je, dan hou ik deze muts nog wel voor de zekerheid. Want deze is wel neutraal en dit past wel overal bij. En dit heeft een kleur, dus de kans is groter dat ik dit dan minder snel pak. En dan doe ik deze 3 weg. Het is dag 4 en het is ochtend. Ik moet straks naar school, maar ik dacht misschien is het wel voor mezelf even handig om nu al een aantal dingetjes bij elkaar te schrapen. Het zijn er maar 4. Ik denk dat ik het de aankomende dagen misschien iets moeilijker ga vinden. Maar we zullen het zien. Maar oké. Voor vandaag ga ik in dit laadje kijken. Ik had net mijn sieraden gepakt, want hier heb ik mijn dagelijkse sieraden of mijn meest gebruikte sieraden en een random knoop. Maar ik heb hier oorbellen. En ik denk de hele tijd van, oh, dan doe ik ze wel een keer in. Maar ik pak ze gewoon nooit. Dus ik denk dat ik deze weg doe. Dat tel ik dan als 1. En ik heb hier een random marker. Dit gaan we ook weg doen, want ik heb een la vol met allemaal stiften en markers. En deze gebruik ik gewoon nooit meer. Dan is dit een beetje mijn rommelhoekje. Voornamelijk dingen die ik al op United Wardrobe heb staan. Maar ik heb hier random deze dingen liggen. Hartstikke leuk. Ze zien er zo cute uit. Maar ik ga dit never nooit van mijn leven gebruiken. Dus ik tel dit ook gewoon als 1. Ik weet nog dat er een tijd was dat dit gewoon helemaal in is. En als je een fotoboot hebt is het ook leuk. Maar ik ga hier niet mijn Instagram foto's mee maken. Of überhaupt foto's mee maken. Als ik een fotoboot zou hebben, dan is dit leuk. Maar dat heb ik niet. Ik moet je zeggen dat het op dit moment me best wel makkelijk afgaat. Omdat ik best wel een opruimfreak ben. En ik ben regelmatig al bezig met opruimen. Maar had je mij deze challenge een paar jaar geleden gegeven, dan had ik geen afstand van mijn spullen kunnen nemen. Want dan had ik alles nog willen houden. Ik zat zo te kijken van wat ga ik vandaag nog meer weg doen. Maar toen zag ik op mijn stoel 2 van deze nep bondjes. Ik heb er 2. Dat is helemaal niet nodig. Deze is wat groter dan die ander. En deze heb ik echt al voor een hele lange tijd. En deze is recentelijk nieuw. Dus dan bewaar ik deze. En dan gaat deze weg. Dit zijn mijn dingen voor dag 4. Gisteravond ging ik mijn troepjeskast opruimen. Zo noem ik het dan. Het is een kast waar ik van alles en nog wat in opberg. En tijdens het opruimen ben ik een aantal spullen tegengekomen die ja, eigenlijk wel weg kunnen. Het zijn er meer dan 5. Eigenlijk vind ik dat niet zo heel erg, maar ik ga wel elke dag sowieso aan het aantal houden dat de dag aangeeft. Wat? Oké, met pijn in mijn hart ga ik deze Starbucks mok weer wegdoen. Ik heb hem ooit bij de kringloop volgens mij gescoord. Ik weet het eigenlijk niet eens meer, maar ik maak er gewoon geen gebruik van. Vroeger was het wel een decoratie-item in mijn kamer, maar ja, ik heb zoveel mokken en ik denk niet dat ik hem nog ga gebruiken. Dan heb ik hier lijm en glitters. Ik dacht misschien ga ik dit ooit gebruiken voor een creatief project. Maar uiteindelijk heb ik dit niet gebruikt. Dan hebben we een stickerboek. Jullie weten dat ik een obsessie heb of eerder een zwak voor stickers. Maar ik moet me echt gaan afleren dat ik dit niet meer ga kopen. En ik heb wel wat stickers hiervan gebruikt, maar de leukste zijn er al uit. En de rest vind ik eigenlijk niks. Dan heb ik nog plaktatoes. Die had ik een keer voor een video gekocht. En deze heb ik dan bewaard voor het geval dat ik een keer een plaktatoe wil gebruiken. Maar nee, dit gaat hem niet worden. Als ik ooit een tattoo ga nemen of weer een tattoo ga nemen, wordt het gewoon lekker een echte. Dus deze kan ook weg. Dan heb ik een schrift. Ik heb zoveel notitieboekjes en zoveel schriftjes. Maar deze gebruik ik gewoon niet. En ik vind hem eigenlijk ook niet eens zo mooi. Dan hebben we van die plaatjes voor zo'n LED light. Ik heb dat ding niet eens meer. Dus ja, hier heb ik ook niet zoveel aan. En dan hebben we een knop. Die had ik tijdens het Sinterklaasspel gewonnen. Ik dacht, oh, misschien leuk voor ooit. Weet ik veel. Hij maakt echt een heel naar geluid. Ik ga maar niet op drukken, want ik word er helemaal gek van. Maar ik ga hem toch nooit in mijn leven gebruiken. Dus dit gaat weg. In totaal hebben we 1, 2, 3, 4... ja, 5, 6, 7, 8 spullen. Oké, ik ben door mijn hoestrakens kussenslopen heen gegaan. En het blijkt dat ik heel veel, maar dan ook echt heel veel kussenslopen heb.
Ik heb ook een aantal dekbed overtrekken. Want ik vind het wel chill om een backup zo te hebben voor als er eentje in de was zit. Maar ik heb geen duizenden hoeslakens of kussenslopen nodig. Dus ik heb een selectie gemaakt. Ik heb volgens mij 4 kussenslopen. Dus dit gaat weg. Dan heb ik nog 1 hoeslaken. Ik heb er nog 3 liggen. Dus dat vind ik zat. Dus deze gaat weg. Ik vind deze ook het minst fijne. Hij is van de IKEA. Hij is prima. Maar ik heb hem al een tijd. En hij voelt gewoon niet meer zo lekker aan. Dan heb ik nog een extra handdoekje. Ik heb echt al 3 handdoeken. Maar deze gebruik ik nooit. Hij ziet er nog best wel top uit. Dus deze gaat denk ik in de zak voor de kringloop. Ik denk dat ik dit in een textielbak ga doen. Dan heb ik in mijn kast ook deze joggingbroek gevonden. Ik heb deze echt al een hele tijd. Ik heb deze zo vaak gedragen. Maar hij zit gewoon niet meer lekker. Hier ja, raakt hij ook al een beetje versleten. Dus het wordt tijd om afscheid te nemen van deze heerlijke joggingbroek waar ik heel lang in heb geleefd. Dan had ik een keer op AliExpress deze neppe off-white riem gehaald. Ik dacht, oh, off-white, heel vet. Ja, ook al is het nep, het is niet echt mijn ding. Dus deze gaat ook weg. En dan hebben we een bralette die ik vorige zomer heb gekocht. Vorig jaar heb ik deze wel heel vaak aangehad. Maar ik vind hem toch niet heel fijn zitten. Hij geeft niet echt support. Hij is trouwens van de Bershka. Dus dit gaat er vandaag allemaal weg. Ik heb voor vandaag een aantal items bij elkaar geschraapt die ik al een tijdje heb liggen. En waarvan ik denk van ja, dit ga ik toch nooit meer in mijn leven gebruiken. Of waarvan ik denk het ligt er maar te liggen. We hebben hier een luchtdiffuser. Deze heb ik een keer op AliExpress gekocht. Ik heb hem ook wel regelmatig gebruikt, maar ik heb hiervan er al 2 in mijn huis. En deze is mini. Hij is wel heel erg cute, maar ik vind het overbodig om deze ook nog te hebben. Dan heb ik 2 boeken die ik uiteindelijk nooit heb gebruikt. Ik vind deze echt super tof. Die heb ik een keer bij Monki gekocht. Hele mooie kaft. Inhoud is heel inspirerend. Alleen, ik heb dit nooit gelezen. Dat vind ik echt zonde. Ik koop altijd boeken met het idee van, oh, ik ga het ooit lezen. Maar uiteindelijk doe ik het niet. Hetzelfde geldt voor dit boek. Ik ben er wel in begonnen, maar het was niet wat ik ervan had verwacht. Het is wel interessant, maar ja, het sprak me aan omdat het geheim voor beter slapen, minder stress en gezond en gelukkig leven. Vond ik heel interessant wat ik zei, maar uiteindelijk niet echt mijn soort boek, helaas. Dus ik weet niet wat ik hiermee ga doen. Misschien naar de kringloop. Ik zie het wel. Dan heb ik dit bakje, die heb ik niet zo lang geleden volgens mij bij de Action gehaald. Ik vind hem wel nice. Oké, wacht. Ik krijg hem niet met 1 hand open. Je hebt dan een make-up spiegeltje en een opbergplek. Ik denk dat ik het spiegeltje nog wel ga houden. Want die vind ik wel handig en pretty. Alleen dit bakje gebruik ik nooit. Dus ik ga alleen dit onderste gedeelte wegdoen. De potloden. Dit is nog hartstikke nieuw. Nog nooit gebruikt. En ik denk ook niet dat ik het ooit ga gebruiken. Het ligt echt al een jaar bij mij in huis en ik heb het nog nooit gebruikt. Zonde. Hetzelfde geldt voor deze pennen. Ook al hier lang in huis, nooit gebruikt. Ik vind ze wel heel erg schattig. Dus even kijken wat ik ermee ga doen. En dan hebben we dit borsteltje. Vind ik ook overbodig. Ik heb echt heel veel borstels en deze. Qua formaat is het handig. Ik wil dit altijd meenemen in mijn tas, maar uiteindelijk neem ik dit nooit mee. Dus, dit is wat er vandaag weggaat. In mijn badkamer heb ik een bak, wat mijn voorraadbak is met allemaal verzorgings- en beautyproducten. 9 van de 10 keer stop ik daar producten in die ik in een perspakketje heb ontvangen. Of dingen die ik gewoon zelf in de winkel koop. Maar die bak raakt een beetje overvol, dus voor mij is het wel even goed om daar doorheen te gaan. Oké, ik heb gekeken welke items ik bijvoorbeeld dubbel had of dingen die vervangen konden worden. Uiteindelijk is dit mijn selectie voor vandaag. In de keuken hebben we een plank met allemaal bekers. Nou ja, we, huisgenoot en ik, maar voornamelijk zijn het mijn bekers. Ik heb een zwak voor sowieso mokken. Die heb ik een tijd geleden al gesorteerd en opgeruimd. Ik kan er altijd nog even naar kijken. Ik heb heel veel herbruikbare bekers. Gebruik ik ze allemaal? Nee. Dus ik ga daar ook eventjes maar zorgvuldig en kritisch naar kijken. En qua mokkenverzameling valt het nog best wel mee.
Een aantal mokken zijn van mijn huisgenoot, maar een aantal zijn ook nog van mij. Eerst stond dit helemaal vol. Naast de herbruikbare bekers ga ik ook nog een aantal andere dingen vandaag wegdoen. We hebben hier de bekers, 2 telefoonhoesjes, 3 pennen. En dit is een stickerbox iets. Ik weet niet, ik vind het heel erg vaag. Ik had het echt back in the days besteld op AliExpress. Maar ik vind er eigenlijk niet veel aan. Dus dat gaat weg. En ik tel deze ook mee. Dit is een doos die ik tijdens een perspakketje heb gekregen. Ik vond hem heel erg mooi. Ik dacht, hey, misschien kan ik hem nog herbruiken. Maar dat is niet het geval. Dus die kan ook weg. Dus dit zijn alle items die vandaag weggaan. Voor vandaag heb ik een mand vol dingen die weg kunnen. Met pijn in mijn hart ga ik dit schriftje of dit notitieblokje wegdoen. Ik vind hem heel erg leuk. Met Mickey Mouse erop. Maar ik heb hem nooit in mijn leven gebruikt. Dus deze gaat naar de kringloop. Vervolgens hebben we deze lijst. Dan heb ik een kerstboom. Heel leuk. Maar deze heb ik ook al een aantal jaar. En ik ben er een beetje op uitgekeken. Dan hebben we deze mooie verpakking. Deze heb ik ooit een keer gekregen in een PR pakket. Hoi. Het is heel erg handig. Wacht, de inhoud gaat ook weg. Maar eerst even dit. Hij is heel erg handig. Ik had hem al een tijdje bewaard voor het geval dat. Maar uiteindelijk heb ik hem niet zo lang meer gebruikt. Dus deze gaat ook weg. Dan heb ik 2 pennenhouders van de IKEA. Heb ik ook al een tijdje gebruikt. Ik ben er ook een beetje op uitgekeken. Deze sterren heb ik nog nooit van mijn leven gebruikt. Ik wilde het afgelopen kerst gaan gebruiken, maar is er niet van gekomen. Dan hebben we hier een tafelkleed. Ik vind hem toch niet zo super mooi. Dus die gaat weg. Er zit zoveel hierin. We hebben hier een snackschaal. We hebben hier verf, maar ik denk niet dat dit nog überhaupt goed is. Een oude lamp. En dan hebben we 3 oude zonnebrillen. Ik denk dat deze naar de kringloop gaan. Want ze zijn een beetje beschadigd. Dus ik kan ze niet meer doorverkopen. Dus ik ga ze gewoon lekker bij de kringloop doen. Hopelijk kunnen ze daar hem voor 50 cent of zo kwijt. I don't know. En dan hebben we ook nog hier een tasje. We hebben hier ook nog een kleed. Dan heb ik hier ook nog iets wat ik in mijn kamer heb willen ophangen. Maar dat heb ik nooit gedaan. Ik vond het formaat eigenlijk net iets te klein. Het is wel een super leuk idee, want dan hang je hem zo op en dan kan je er dingen in opbergen. Maar uiteindelijk is het er nooit van gekomen. Oh ja, en last but not least, deze mand. Dit is officieel een wasmand. Ook hier, het is onpraktisch in mijn huis. Ik heb heel veel van die leuke dingetjes, daar heb ik ook een mand. Maar sommige dingen zijn gewoon niet nodig. En nu moet ik ook gewoon kritisch gaan kijken van, heb ik het nodig, ja of nee? Ik sta nu bij onze kapstok en ik wil vandaag deze jas weg gaan doen. Ik heb hem al een tijdje. Ik heb hem in het verleden wel best wel vaak gedragen. Maar hij ziet er niet meer tip-top uit. Zo lijkt het net wel, maar is ook een deel stuk. Deze jaszak is flink kapot aan het gaan. Dit is de jas. Prima jas. Hij ziet er zo gewoon goed uit. Ik heb hem trouwens van de New Yorker. Ik koop daar bijna nooit kleding. En dit is ook echt de laatste keer. Want de kwaliteit daar is gewoon niet oké. Ik heb hier geen gekke dingen mee gedaan. Hij is gewoon vanzelf kapot gegaan. Ja. Ik weet misschien krijg ik nu al de comments. Ga maken. 1. Ik ben lui. En 2. Ik vind het niet waard om deze te maken, want als het echt van goede kwaliteit was en dat ik hem al jaren had, had ik het zo gedaan, maar nee, deze gaat weg. Dan staan deze bakken al een tijdje bij ons in de keuken. Deze hebben ooit een plekje gehad, maar we gebruiken dit nu niet meer. Dit is een grote bak, maar de deksel hiervan is ook stuk. Dit is een oude ijsblokmaker die we nooit gebruiken. 2 mandjes. En hier hebben we ook nog 2 andere mandjes. Dus in totaal zijn dit 1, 2, 3, 4, 5, 6 items. Om nog eventjes in de keuken te blijven, gaan we in deze la kijken. Hartstikke opgeruimd, not. Maar hier hebben we 2 snijplanken die weg kunnen. Ik ga nu gewoon alle keukenkastjes af. Kijken wat van mij is en wat weg kan. Oh, dit is mooi. Ja. Dit is een broodtrommel. Maar ik gebruik nooit
koffiebroodtrommel. Misschien moet ik het wel gaan doen, maar ik vind het heel erg onhandig. Het neemt gewoon zoveel ruimte in beslag. En we hebben zat van die herbruikbare bakjes, dus die is echt overbodig. In een random laadje waar allemaal kaarsen en aanstekers liggen, zag ik deze geurstokjes. Maar ik gebruik nooit geurstokjes. Ik denk ook niet dat ik dit überhaupt ga aansteken. Dus dit kan weg. Dit zijn de items die vandaag weggaan. Deze Lancôme crème ga ik aan mijn moeder geven. Deze hoesjes gaan weg. Nog twee andere make-upjes. Een sleutelhanger. Twee kettingen. Een paar oorbellen. En een armband. Tijdens deze challenge heb ik al meerdere telefoonhoesjes weggedaan. Maar ik zie nu dat ik 3 transparant telefoonhoesjes heb. Wat moet ik met 3 transparanten? Dus ik ga er denk ik eentje wegdoen. Omdat er op eentje een playbutton zit. Een popsocket van een YouTube playbutton. Hartstikke leuk. Deze wil ik sowieso bewaren. En dan gewoon 1 standaard transparante. En een andere transparante gaat weg. Ik heb hier een stapel met allemaal dingen die weg kunnen. Ik heb wat kledingstukken die ik uit mijn kast heb gevist. Die ik toch niet meer wil gaan dragen. En andere dingen. Dus laten we gaan tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dit is ook een kledingstuk, 7, dit zijn 2 tasjes, 8, 9, 10, 11, 12. Dus een paar oorbellen. En dan het telefoonhoesje 13. Het is avond. En heel vaak heb ik in de avond zin om op te ruimen. Ik vind het gewoon een lekkere avondbezigheid. Maar voor vandaag moet ik minimaal 14 dingen. Ja, 14 dingen zoeken die weg kunnen doen. Ik merk dat ik het wel steeds lastiger vind. Maar ik ga gewoon heel kritisch zijn. Ik ga nogmaals even in mijn... Hoe noemde ik deze kast? Ik ben het al niet bij. En naast deze kast heb ik hier ook nog iets. Dit is mijn spelletjeskast. Maar kijk eens hoeveel 3D-brillen wij hebben. Oh, nou ja, dit zijn eigenlijk allemaal brillen die ik mee heb genomen toen ik film ging kijken, of course. Maar ook tijdens premières. Ik vind het altijd zonde om die dingen weg te doen. Maar ja, kijk, dit is wel echt ontzettend veel. Oké, dat was het. In totaal heb ik 10 3D-brillen. Bizar. En 2 IMAX 3D-brillen. Nou, die bewaar ik sowieso. Ik ga heel vaak met mijn vriend naar een film. Dus dan hebben we, van 2 personen een 3D-bril. Maar ik denk dat ik sowieso wel 5 brillen weg kan doen. Of 6 misschien zelfs. En dat ik er gewoon 4 over hou. Want zoveel heb ik er ook niet nodig. Wie heeft er nou zoveel 3D-brillen in huis? Ik heb niet eens een 3D-tv. Was dat maar zo'n feest. Ik vind hier een autootje. En dit is kerstdecoratie. Maar eigenlijk vind ik deze helemaal niet zo leuk. Ik heb die ooit gekocht, maar ik gebruik hem nooit als deco, dus deze kan ook weg. Ik vind veel in deze bak. Ik zie hier een geurtje, een essential oil voor mijn aroma diffuser, maar ik vind deze helemaal niet lekker. Dus ja, ik gebruik hem toch niet. Dus deze gaat ook weg. Nog een random bakje. We hebben hier zo'n boekje waar je pasjes in kan doen of visitekaartjes. Ik heb hier 2 van. En de tweede heb ik nog nooit gebruikt. En ik heb geen idee of ik dit nog ooit in mijn leven ga gebruiken. Dus ik denk dat ik er gewoon eentje weg ga doen. En alleen die ga bewaren. Want daar zit wel inhoud in. Bij ons in de wc hebben we 2 van deze body mist. En een luchtverfrisser. Want ik vind een body mist ook altijd wel lekker om in de wc te hebben. In plaats van luchtverfrisser. Maar deze is eigenlijk bijna zo goed als op. En deze is nog best wel nieuw. Dus ik ga deze weg doen. Dit is alles wat ik vanavond allemaal weg ga doen. Deze tas. Het is een shopper, maar ik gebruik hem niet.
Dit is een hoesje voor mijn AirPods, maar ik heb hem nooit gebruikt. Dit is een setje, dus dit tel ik als 1. 2 ringen. En dat was het allemaal. Dit is mijn make-up la. En hierin vind je mijn everyday make-up, maar ook alles wat ik heb. En eigenlijk wil ik alleen hier mijn make-up in opbergen en nog niet op een andere plek. Dus als het hier niet meer erin past, dan moet het weg. Dus ik heb een selectie gemaakt met make-upjes die ik niet meer gebruik of nog nooit heb geopend. En naast dat zit er ook wat make-up producten tussen die zo goed als op zijn of die vervangen zijn. In totaal gaan er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 make-up producten weg. Wow. Zo, ik sluit hierbij mijn challenge af. Uiteindelijk viel het me nog wel allemaal mee. Ik vond het niet zo lastig, want ik had al wat dingen op het oog waarvan ik dacht van ja, dat kan wel weg. En ik moet je eerlijk toegeven dat ik gewoon elke dag wel een beetje een opruimmomentje heb. En als ik iets heb van ja, dat gebruik ik toch nooit, dan gooi ik dat weg of doneer ik het of geef ik het aan iemand anders. Dus het is niet zeg maar een mega moeilijke challenge. Ik zou dit ook het hele jaar door kunnen doen. Niet dat ik op de laatste dag opeens 300 dingen weg moet doen. Maar stel ik zou elke dag 1 of 2 dingen weg moeten doen van mezelf. Dat ik dat dan wel gewoon zou kunnen volhouden. Over het algemeen vind ik opruimen echt heerlijk. Dat is echt wel mijn rust- en zen-momentje. Want wat ik altijd zeg, een opgeruimd huis is ook een opgeruimd hoofd. Mijn hoofd is zo ontzettend chaotisch. En als mijn huis gewoon lekker opgeruimd is, dan voelt dat ook gewoon heel erg fijn. Ik vind het heel erg interessant om met minimalisme bezig te zijn. Het is niet dat ik mega erg ga minimaliseren. En dat ik niks meer in het leven ga aanschaffen. Dat ik alles weg gaat doen wat ik in huis heb. Nee, maar ik vind het wel, ja, hoe ik het zelf zeg, het is misschien iets heel negatiefs, maar een beetje downgraden. Vroeger wilde ik altijd meer, 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 meer. En nu wil ik steeds minder, minder, minder. Less is more. Ik ga nu eerder voor kwaliteit dan kwantiteit. Want ja, je kan wel 10.000 van iets hebben, maar als je het toch niet gebruikt, is het alleen maar zonde. Maar mocht jij minimalisme tips hebben of andere video suggesties, laat het dan vooral hieronder in de reacties weten. Laat me ook vooral weten wat je van deze video vond. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het wel leuk om te maken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!